Hallo alle kijkers. Wat fijn dat u weer kijkt naar een nieuwe aflevering van Duo Panotti. Dit is Marisol, ik ben Saken en vandaag zijn wij samen Duo Panotti. Antare tel vintentes nang. Danki po wak nos programa nang. Nos ta contento pa so nos ta yan op ereksyon di nos programa nang. Nos ta espera ku awe tame bastante gusto nos receta nang ku nos ta bay presenta. Ik had het niet beter kunnen zeggen. We gaan beginnen. Dankjewel. Oh, kijk. Airfryers. Kijk, dat vind ik het mooie van de Bondigro, hè. Deze airfryer. Die is gekozen tot vierde airfryer bij de Consumentenbond. Topproduct. Ben ik blij mee. Ga ik mee koken. Kunt u zien. Kijk, dit is nou wat ik noem de Bondigro Experience. Altijd is er wel wat te vinden wat je niet verwacht. Prachtig. Oranje tomaten. Tomaten. Weet je, je kan een bosje bloemen mee naar huis nemen. Maar als je dit mee naar huis neemt, ben je ook de bom, hoor. Is ook lekker om te snacken. Gewoon lekker happen bij de tv. Broccoli, bloemkool, samen wordt dit heerlijk. Uit Peru, de chayot. Doormidden snijden, noot eruit, uithollen, mais, kaas, mengen, vullen, in de oven. Heerlijk. Kortom, altijd wat te vinden hier bij de Bondigro. De Bondigro Experience. Vandaag, voordat ik ga koken, wil ik eigenlijk een complimentje geven. Ik wil een complimentje geven aan alle mensen die werken in de supermarkten. Want die zorgen toch maar elke dag ervoor dat de schappen vol zijn en dat de boodschappen gedaan kunnen worden. Ze lopen constant tussen mensen, ze worden aangesproken, ze moeten praten. Ze doen het toch maar mooi in deze tijd. Dus ik zeg compliment voor de supermarktmedewerkers. Echt waar, dat doen ze goed. Oké, dat gezegd hebben we. Vandaag keek ik in mijn koelkast en dan kwam ik een courgette tegen. En die was eigenlijk, nou, niet helemaal lekker meer. Die zag er niet meer helemaal fris uit. Dus ik dacht, wat kan ik nou toch doen om hem niet weg te gooien? Nou, ik ga een lasagne maken met in plaats van lasagnebladen, courgettebladeren. Ik heb hem geschild en hiervan ga ik plakjes snijden. Hoe doe je dat? Je snijdt eerst een stukje eraf, zodat je een platte kant hebt. Dan kan die niet wegrollen. En daarna kun je rustig plakjes snijden, zonder dat de courgette wegrolt. Nu kun je dit ook met een kaasschaaf doen. Dan krijg je hele mooie dunne plakjes. Maar omdat ik geen kaasschaaf heb, snij ik ze met de hand. Maar het gevolg is dat de plakjes wel wat dik zijn. Nou, als ik die nu gebruik, is dat niet lekker. Dan proef je rauwe courgetten. Dus ik ga ze even in de pan doen, klein beetje olie, even bakken. Bakken, gaar laten worden. En dan heb je een perfecte courgette voor je lasagne. Klein beetje olijfolie. Zo. Even warm laten worden. En de plakken courgette doen we in de pan. Courgette wordt heel snel gaar, dus dat hoeft helemaal niet lang. Bruin te worden. Het gaat echt erom dat ze een klein beetje gaar worden. Want ze garen zo meteen in de airfryer ook nog verder.
Kijk, ziet u het verschil? Deze is nog niet gebakken en die is een beetje stug en stevig. En deze is wel gebakken en die beweegt mooi heen en weer. Die is wat slapper geworden. Courgette is gebakken. Ga ik nu verder met de vulling van de lasagne. Pan op het vuur, klein beetje olijfolie erin. Dan canimula, runder gehakt. En dat gaan we eerst rullen. En ik heb u al vorige keer verteld, dat doe ik met een garde. Dan krijg je het gehakt lekker en mooi fijn. Zout voor de smaak. Peper. Zo, en als het gehakt bijna gaar is, doen we de groenten erbij. Ik heb diverse groentes gesneden. Breitje, paprika, leeks, pimento, selder, cibollo, knoflook, cibollo-ui is dat. Dus gewoon een lekker setje met groenten. En die doen we er doorheen. Ik heb ze wel heel fijn gesneden. Dat heb ik gedaan omdat dit een saus moet worden. En dan mag het allemaal wat fijner zijn. Zo, de groentes even lekker meebakken. De groentes even lekker meebakken, zodat al die smaken goed door elkaar heen komen. Dat het één geheel wordt. Als de groenten dan zacht beginnen te worden, voeg ik tomaten toe. Je kunt tomaten in blokjes kopen, maar die had ik even niet. Dus ik heb gewoon gepelde tomaten gekocht. Even klein gesneden, heb je hetzelfde effect. Ik heb het sap ook nodig. Fijn gesneden tomaten. En dit moet even een paar minuten op het vuur om gaar te worden en om een geheel te vormen.
voordat we die lasagne kunnen gaan maken, moeten we natuurlijk even proeven. En u weet het. Twee vorken. Eentje voor de pan. En eentje voor de mond. Dan vind ik, als een kwestie van smaak, dat er nog iets meer tomaat doorheen mag. Dus ik heb een blikje tomatenpuree gepakt en daar doe ik er nog een beetje van doorheen. En nog een klein beetje zout. Nou, terwijl dit pruttelt, gaan we terug naar de tafel waar we zo meteen de lasagne af gaan maken. Zo, saus is klaar. Gaan we nu de lasagne maken. Nou, wat ik u al vertelde, ik ga de lasagne in de airfryer maken. Daar is dit bakje van en daar ga ik de lasagne in doen. Maar dan moet ik hem wel eerst even invetten. Anders kookt hij helemaal vast. En dan krijg ik hem er nooit meer uit. Beetje olie, schoon papiertje. Zo. En invetten. Dan de courgette die we net gaar hebben gemaakt. En dan maken we een laagje van in de airfryer bakje. Zo, daarop doen we lekker wat saus, dan het gehaktmengsel op de courgettes. En om het lekker smeuig te maken heb ik een hele mooie verse Parmezaanse kaas. Rasp ik erover. Zo. Dan weer een laagje lasagne. Courgette bedoel ik natuurlijk. Daar doe ik weer. Een laag gehakt op. Dan weer de Parmezaanse kaas. Mooi hè, dat je dat spul hier kan krijgen, die kazen. Echt, dat vind ik zo fantastisch. Dat hebben we toch maar hier, mooie Bonaire. Dat gedaan, dan gaat de laatste laag met courgette erop.
En tot slot heb ik een mooie bol mozzarella. En die ga ik in plakjes snijden. En die doen we er ook nog op. Zo, de verpakking snijden we open. En van deze bal maken we plakjes. En dit pannetje, dat gaat zo de airfryer in. En nu denkt hij, wat is nou toch een airfryer? Airfryer is eigenlijk gewoon een kleine oven. De lucht circuleert, daardoor is hij wat sneller. Maar in feite is het gewoon een oven. En dan ga ik het pannetje inzetten. Nou, terwijl de lasagne in de oven zit, gaat Marisol verder met een verrukkelijk gerecht, waar ik me nu al op verheug. Bienvenidos a ahora que nos trae un Spanish pork. Para el Spanish pork nos mister di porchop. E porchop mi atempare caba, vota tempare segundo smak. A mi apone bouillon, un tiki salu, paper, antoku soya sauce. Anto mi abashi un tiki seta tamedenje, mi atempare kune. Anto como verdura mi te usa broccoli, prei, selder, paprika, mi usa hel plus kora, cibollo, wortel, ku, konofloko. Nantur mi ting korta aki dena. Awar nos tabay na stof pa mi mustra ko po sa kono sa kusina e Spanish pork. Nos tapon ng tiki seta den bom chewea. Nosta lage kenta bon y ahora putira e carne e tahasa. Entonces e zeta nota bon caliente, ora putira carne e pari agua anto e cria manera un skuma bu carne da queda neci. Ahora que nos te tira e pork chop de zeta. Por hacer con pork chop, por hacer con galinha, o si porque hacer con coila man, shrimps. También voy a traer con. O con steak. Esta la é asa. Agora aqui nós temos bolto, né? Essa bolta é para chop, né? E a tudo as bandas a asa. Essa bolta, né? E a na raça, bom. Agora aqui com a raça, tudo as bandas, nós tá sacando. Então, para nós vai brua e verdura, né? Que agora nós tá tirei. Tem e verdura.
Vamos a tirar e verdura, né? Nossa dreina. Você vai para a asa, mas que era crocante. Não lá na puxi demais para não para muri, para que era mole mole. Porque eu vou para tapé guisurado, para não pôr cuxi. Mas agora tem que tirar a vista ali para não virar mole demais. E para servir o Spanish pork, eu tenho essa batata, mas eu tenho a lábana, corta-la com a casca. Então eu pedi o que era com a casca. Pero queda na abo, vou comer com arroz branco também, tabulo sa com pasta, tabulo sa com kiko para comer Spanish pork. Porque se está quente, não se põe batata dentro. Porque verdura na a cuxi, nos atira e pork chop na back din che. Nossa burua na. Nós aqui está pele, aqui cuxa um tiki, para nós sair um tiki sauce. Terwijl Marisol achter mij nog bezig is met de Spanish pork, ga ik het allermoeilijkste doen. En dat is de lasagne proberen netjes uit het schaaltje te halen. Nou, dat wordt een uitdaging, kan ik u vertellen. Ik ga hem even uit de airfryer pakken. Hij ziet er wel verrukkelijk uit. Eens kijken of ik u dat kan laten zien. Nou, gaan we beginnen. Ik vind het spannend hoor. Gaan we eerst langs de zijkanten losmaken. Twee. Nou, het is wel slechter gelukt. Nou, so far, so good zeggen we dan. En nu nog proberen om een mooi partje te krijgen. Ik ben best trots op het resultaat.
Het is natuurlijk voor één persoon lekker om te snacken, maar ik zeg, eet smakelijk. Ahora que nos Spanish pork acá, ahora está clara esta que era así aquí. Y me te sirvié con batata asa. Así aquí es batata asa que era, más anán con casca. Ahora voy a lavar la batata por mí, anto cabo corta, ¿no? Anto voy a asa, ¿no? Vamos a poner la batata por mí dentro de yo. Então, hoje nós temos que sacar o Spanish pork por dentro aí. Yep. Assim aqui nos pernas porta, claro. Dankjewel. Oh, kijk. Airfryers. Kijk, dat vind ik het mooie van de Bondigro, hè? Deze airfryer die is gekozen tot vierde airfryer bij de Consumentenbond. Topproduct. Ben ik blij mee. Ga ik mee koken. Kunt u zien. Kijk, dit is nou wat ik noem de Bondigro experience. Altijd is er wel wat te vinden wat je niet verwacht. Prachtig. Je tomaten, tomaten. Weet je, je kan een bosje bloemen mee naar huis nemen, maar als je dit mee naar huis neemt ben je ook de bom, hoor. Is ook lekker om te snacken. Gewoon lekker happen bij de tv. Broccoli, bloemkool, samen wordt dit heerlijk. Uit Peru, de chayot. Door midden snijden, noot eruit, uithollen, mais, kaas, mengen, vullen, in de oven. Heerlijk. Kortom, altijd wat te vinden hier bij de Bondigro. De Bondigro Experience. Het toetje van vanavond is helemaal niet moeilijk. Sterker nog, is erg simpel. Ik heb kiwis. Die heb ik even geschild. Lamunchi. Dat ga ik blenderen. Samen met wat poedersuiker voor de lekkere smaak. Zo, gaan we er gewoon heel in doen. Op één plakje na, want dat ziet er straks leuk uit als we het in het schaaltje doen of in het glaasje doen. Even nog een plakje snijden. Deze mislukte een beetje. Beter. Ik ben verbluft. Ik heb weer wat geleerd. Ik had net een limoentje. Droog. Er kwam geen sap meer uit. Komt er opeens een brandweerman aan rennen en die zegt, weet je wat jij moet doen? Je moet het limoentje in een magnetron doen. Dan komt al het sap eruit. Nou, zo gezegd, zo gedaan. En wat denk je? Tot mijn stomme verbazing, hij heeft gelijk. Onvoorstelbaar. Ik ben helemaal verbluft. Maar het is gelukt. Waar zouden we toch zijn zonder de brandweer, hè? Zelfs van koken hebben ze verstand. Goed.
Deze zetten we even op de blender. Even puree maken. Maar ik vergeet wat. De poedersuiker. Beetje poedersuiker. En die gaan we blenderen. Zo. Nou, dat ging makkelijk. En hard. Maar prima puree. En ik weet zeker lekker. Zo, dat is de kiwi-puree. Dan gaan we nou de body van het toetje maken, zoals dat heet. En daar gebruiken we mascarpone voor. Dat is een Italiaans zuivelproduct. Lekker romig en creamy. En voor de luchtigheid... voegen we wat slagroom toe. Ik had natuurlijk graag echte slagroom willen hebben. Maar ja, u weet allemaal, de luchtvracht komt niet. Dus we hadden even geen echte slagroom. Dus dan maar gewone. En dat gaan we mengen. Zo, mascarpone en de slagroom is gemengd. Dan gaan we hem nu afmaken. We pakken het mengsel. En dat doen we in het glaasje. Aanstampen. Vervolgens de kiwi-puree. En tot slot de kiwi. Een lekker, makkelijk, smaakvol, zoet. Toetje. Eet smakelijk. En tot slot voor de vitamine C die we allemaal nodig hebben deze dagen, ga ik een lekkere fruitsalade maken. Is niet moeilijk, is niet spannend. Is gewoon stukjes fruit in stukjes snijden, lekker met elkaar mengen en een gezonde salade maken. Ik heb daarvoor deze keer een bloedsinaasappel meegenomen. Een naranja di cora. Oftewel ja, een rode sinaasappel. Daarom heet hij ook bloedsinaasappel. Nou, die gaan we schillen. Kijk, en dan ziet u het al, hè. Is gewoon sinaasappelsap zit erin, alleen met een rood kleurtje. De schil, die snij ik er helemaal af. Want die is bitter, dus we kunnen geen wit gebruiken. Nou heeft elke sinaasappel heeft partjes. Die partjes, dat zijn verschillende vliesjes van de sinaasappel. Nou, die zijn niet zo lekker in een fruitsalade. Dus wat ik ga doen, ik ga de partjes eruit snijden. Je kunt zien bij de sinaasappel waar de vliesjes zitten. Dus ik ga vlak langs het randje heen snijden, zodat ik partjes zonder vliesje krijg. En het sap wat eruit valt, dat vang ik op, want dat is lekker door de salade heen. Thank you.
Zo, en dan knijp ik nog even uit het restant het sap. Zodat we alles gebruiken, behalve de vliesjes. En dan hebben we de bloedsinaasappel of de naranja cora gesneden. Ontvliest, zoals dat heet. Nou, de kiwis die schil ik even snel. Doe ik niks bijzonders mee, behalve de schil. Die gaan bij de. Dan hebben we natuurlijk nog de pruim. Die kun je zo eten. Wel eerst wassen natuurlijk. Een pruim heeft een schil. Een schil, natuurlijk heeft hij een schil, maar de pruim heeft een pit. En die is niet lekker. Die kun je niet eten. Dus je zag, ik snee hem in en ik draai hem zo van de pit af. En het stokje is ook niet echt lekker. En de pruim snij ik ook in stukjes. En die gaat ook door de salade. Tot slot. Nog een paar lekkere druiven. Gewoon omdat het lekker is. Snij ik door midden. En waar zou ik zijn zonder Marisol? Want ik was de ananas vergeten en zij gelukkig niet. Zo, de kroon eraf. Nu ga ik niet heel deze ananas gebruiken, maar enkel een plak. Dus ik snij een plak met zijn schilletje eromheen en de rest, folie erop, in de koelkast, kun je morgen weer een plak gebruiken. Ananas moet je altijd wel een beetje dik schillen, anders hou je van die zwarte puntjes. Aan de zijkant. Zo. En natuurlijk, de kern is een beetje bitter van de ananas, dus niet zo lekker, dus die snij ik ook weg. En de rest snij ik in partjes. Gaat ook door de salade. Even mengen. En als u nou vanavond tv kijkt en een beetje trek krijgt, eet dan geen chips of eet geen pinda's of eet geen boterhammen of eet geen galinha, maar eet gewoon een lekkere gezonde fruitsalade. Daar hou je het een stuk langer op uit. En u ziet, de salade kleurt een beetje rood op. Dat komt natuurlijk door het sap van de bloedsinaasappel. Ik zeg, voor straks, lekker een fruitsalade eten. Dit waren onze gerechten van deze week. Spanish pork van Marisol, courgette lasagne, fruitsalade en een heerlijk toetje van mascarpone en kiwi. Ik hoop dat u er weer van heeft genoten. Ik zeg, tot volgende week. En ondertussen, blijf veilig en pas een beetje op elkaar. Está que nanta bata nos menu di estimang aki. Nos ta espera ko basnang a gusta nang i bastante pur batraha nang. Ya ora nos topa bosnamos nang bobisa nos kunanta bata dushi si of no. Y si tin cualquier pregunta, dame la ganosa con nos por
contestar aan papa. De andere chamam.